Vanmorgen zat ik aan de maaltijd bij meneer Markwat, die gisteravond hier de avond is begonnen. En dan zegt hij, Arjan, dat is nou ook wat. Nou heb ik het mooiste wat ik nog moest vertellen, heb ik nog vergeten te zeggen gisteravond. Ik zeg, nou, ik weet niet hoe lang we u nog in ons midden mogen hebben, maar ik zeg, ik wil u graag die gelegenheid nog geven. En dan wil ik ook gelijk vragen of u nog met gebed deze avond wil beginnen. Hij zegt, nou, daar ben ik nog toe wel bereid. Dus meneer Markwat, u krijgt nog de gelegenheid om deze samenkomst ook aan de heren op te dragen. En dan gaan we daarna luisteren naar broeder dominee Henk van der Belt. Ja, als je ouder wordt, vergeet je ook veel. Ik heb zelfs mijn spiekbriefje laten liggen in mijn appartement. Maar ik heb gauw even wat op zitten schrijven. Maar willen we eerst bidden. Ja? Lieve Heere, almachtige, barmhartige, goedertieren en genadevolle God, die zich wil ontfermen over arme zondaren. O, vul dit land met uw heerlijkheid. Maar Heere, vul ook dit gebouw met uw heerlijkheid, opdat we uw tegenwoordigheid mogen ervaren en ons door het geloof in u mogen verblijden, uw aangezicht in gunst tot ons gewend aanschouwen en ons daarin verheugen en verblijden. O gezegende zaligmaker, toon ons uw vriendelijk, lieflijk aangezicht. Milde handen, milde doorboorde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. O, doe ons dan bij u schuilen, in uw wonden, om bij u te mogen rusten. Die zoete vrede te vinden, die alle verstand te boven gaat en ons in u te verlustigen, o u, die zo schoon zijt, zo heerlijk. U bent de schoonste van alle mensenkinderen. En we baden het gisteren ook, genade is in uw lippen uitgestort. Heren, deel dan uw genade uit, ook vanavond aan die jonge mensen. Heren, er stonden hier zo straks meer dan 100 jongelui op het podium. O God, vervul hun harten met uw genade. En doe ze buigen voor u. En dat ze hun leven aan u mogen geven en niet aan de wereld. En dat ze u gaan dienen met een oprecht hart om uw lief te hebben boven alles. Heere, werk dat door uw Heilige Geest. Tot lof, glorie en eer van uw heerlijke naam, wat in de veelheid der onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. Heere, gedenk ons dan zo vanavond, ook als ik zelf iets hoop te zeggen. Heere, help me. Help me. Maar help ook Henk. Heere, vervul zijn hart met uw Heilige Geest. Heere, dat hij mag staan in de kracht des Heere, Heere. Ja, Heere, staat in het Oude Testament dat de priesters niet konden staan vanwege de heerlijkheid van God. O Heere, toon u er ook vanavond iets van, opdat we allemaal iets van uw heerlijkheid mogen aanschouwen en voor u op de knieën gaan. Breid dan zo uw koninkrijk uit, hier en overal, over de ganse wereld. En we bidden het alles u, in de verheerlijking van uw grote naam. U die te prijzen en te loven is in der eeuwigheid. En wie toekomt de lof, de dank, de eer en de glorie. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ja, vrienden. Ik mag in die flat waar ik nu woon, mag ik heel veel van Gods liefde en zijn heerlijke tegenwoordigheid genieten. Ik sta dikwijls voor de raam. Heren, wanneer komt u met die duizenden engelen? Komt u me ophalen? Nee, je begrijpt toch wel dat ik het leven niet zat ben. Ik heb het hier goed.
En ik mankeer geen bijzondere dingen. Ik ben nog redelijk gezond, kan nog heel goed lopen. Maar het verlangen naar hem. Ik heb iets van hem gezien. Ik heb het wel een paar keer gehad. Dat ik ouderling van dienst was in de Maranatha-kerk. En Van der Sluis weet dat nog. Dat ik bad en het mocht opdragen aan de troon der genade. Of God ook met zijn heerlijkheid hem wilde vervullen en zijn mond wilde aanroeren. En dat ik mijn ogen opendeed. Dat ik zei, o Heere, ben ik nog hier? En dan las ik het boek van Spurgeon, dat hij in de tabernakel bad. Dat hij soms zei, Heere, ben ik nog hier? Maar ja, de Heer heeft heel veel tot me gesproken. Eigenlijk neem ook maar Bunyan. Zeggen de mensen wel ja. Hij spreekt door zijn woord, maar de Heer spreekt ook heel dikwijls nog rechtstreeks. En dat hebben mevrouw en ik heel veel mogen ontvangen. En dat heeft ook ons leven gestempeld. Eén voorbeeldje ook toen ik nog niet in die heerlijkheid liep. Want jongelui, ook als de Heer met je begint, wees dan niet mismoedig, want de Heer wil ook in dat beginnende leven spreken. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik reed in de Alexanderpoort, er was een vriend van me begraven. En die had 3 dagen voor zijn overlijden, voor het eerst van zijn leven, aan het heiligavondmaal gezeten. En de dominee had gepreekt, er is een plaats bij mij. Ik was toen ook net in het beginnende leven. En ik kom thuis en we zouden zondags heiligavondmaal hebben. En ik rij zo door de Alexanderpolder, ik weet nog waar ik reed. Ik zeg, Heere, zou je dat nou tegen mij ook eens willen zeggen? Er is een plaats bij mij. En zo zat ik te bedelen aan de Heere. Afijn, 4 dagen, ik denk nergens meer aan, dom achteraf. Maar 4 dagen daarna was het heiligavondmaal. En ik mocht aangaan, ik zat op het puntje van de tafel, ik weet het nog. En die dominee had de gewoonte om iedereen het stukje brood persoonlijk aan te reiken. En hij begint zo en hij komt bij mij. En hij geeft me dat stukje brood. En hij zei, er is een plaats bij mij. Lieve mens, ik zakte bijna door mijn stoel. Begrijp iets van verwondering en van aanbidding. Maar kijk, zo werkt de Heer ook in het beginnende leven. Dus wees niet mismoedig. Ik liep met kerst, ben ik naar de doelen geweest. En ik kom aan bij die garderobejuffrouw. En ik heb mijn jas in mijn hand. En ik geef die jas aan die garderobejuffrouw. Ze zegt, maar 1? Ik zeg, ja. Ik zeg, want mijn vrouw moet vanavond ergens anders zingen. Oh, zegt ze, waar dan? Ik zeg, in de hemel. Oh, zegt ze, waarom vraagt die juffrouw dat nou om mij? Heb je er maar 1? Wonderlijk, hè? Maar om verder te gaan, ik kom een vriendin van mijn vrouw tegen. Ik zeg, Elsa, ik weet nog goed, de dominee heeft er pas over gepreekt, dat de Heer zo dichtbij was. En ik spreek nou van een jaar of 3 geleden, dat ik zo 's nachts de Heere mocht genieten, dat ik hem als het ware kon omarmen en dat ik heb hem liggen lieven, liggen loven, liggen prijzen, liggen beminnen en hij mijn allergrootste schat, zo lag ik. En wat gebeurt er? Hij was zo dichtbij dat ik mijn hoofd optilde en werkelijk zijn voeten heb gekust. Dat vertelde ik tegen die vrouw. En wat gebeurt er? Je komt die doelen binnen. En waar gaat die dominee over spreken? Over verzoening. Hij zegt, ja, heb je wel eens een zoen van hem gehad? Grijp je? Met de kerst, 3 dagen, een paar dagen daarna, ik had zo'n behoefte om Ere zij God te zingen. Ik zoek het op een cd op. En ik ga naast het portret van mevrouw staan. Ik zeg, Ann, nou zing jij het in de hemel. En ik zing het hier.
Mensen, ik heb nog nooit zo Ere zijn God gezongen. Dat God het gebed ook hoort, jongelui. Ik zal je een voorbeeld geven van mijn kleindochter. Die was in verwachting. Ze was nog, moest nog 2 weken gaan. Maar ze kreeg hele hoge bloeddruk. De onderdruk was wel 165. Dan weten jullie wel hoe erg het is. Zwangerschapsvergiftiging. Zij is woensdags naar het ziekenhuis. Nou, spullen voor die bloeddruk te laten zakken, maar het ging niet. Het hielp niet. Donderdags niet. Nou, zegt die arts, dan gaan we het de vrijdag inleiden. Weer spullen in de lichaam. Het ging niet. Hij zei, ja, dan maar de keizersnee. Dus toen is zaterdags dat kindje gehaald. Maar wat gebeurde er? Die nieren van haar wilden niet meer werken. En ze lag er bijna voor dood bij. Ze had zo'n opgezwollen buik, terwijl dat kindje eruit was. Dat was goed. En ze lag daar, ze kon niks. En toen belde mijn dochter, die haast nooit belt. Maar ze belde me, maandagsmorgens belde ze me op. Ze zegt, pa, Marion, is dat en dat en dat aan de hand? Ik zeg, oh. Ik leg die telefoon neer en ik ga tot God roepen. En de Heer opende de hemel voor me. En ik voelde dat mijn gebed doorgang had. En ik zeg, amen. En ik hoor achter me, om uw goedheid de eer te geven, maar de Heer zal uitkomst geven, stond mijn cd aan. Ik had een rechtstreeks antwoord uit de hemel. En na 10 dagen was ze gezond en wel thuis. Nog iets over die mevrouw van die scan. Dat was ik vergeten, vond ik zo jammer. Op 30 juni, toen ging mevrouw naar Delft. Ze moest nog door een PET-scan. Nou, ze zag er verschrikkelijk tegenop, maar ze had gebeden thuis of alles voorspoedig mocht gaan, ook dat er geen files waren, van Rotterdam naar Delft als te druk. En, nou ja, we kwamen daar. Toen werd ze op een bed gelegd met een hoog kussen. En ze kreeg een infuus. Nou is mijn vrouw zo dat wat een dokter doet is goed. Heel erg altijd onderworpen aan dokters geweest. Dus ze lag daar met die infuus. Maar ze lag bovenop dat gezwel. En toen kreeg ze zo'n pijn. Zo'n pijn. Maar wat gebeurt er? Kijk, en dat kan je zien dat dat ook een min of meer cruciaal moment in haar leven is geweest. Dat is het bij mij ook geweest. Want ik vertelde jullie dat ik bij het kruis was geweest. Maar ik, door mijn zenuwen vergat ik te vertellen dat ik nooit nergens zo bitter heb geweend als aan de voet van het kruis. Want mijn zonden waren het die hem aan dat kruis hadden gehecht. En toen kwam zij, lag ze daar, mevrouw, in het bed. En ineens krijgt ze een zicht op het kruis. O, lieve Heer Jezus, lag ze. Ik lig hier nog op een bed, al heb ik pijn. Maar u hing daar zonder zonde. Om mijn zonde, om mijn ongerechtigheid, hing u daar aan dat kruis. En die spijkers scheurden uw handen uiteen en uw voeten. O Heere, ontferm u zich over mij. En zo ging ze die scan in. En ze lag net in die scan dat de Heere tot haar sprak. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. O Theotwest, zo licht. Ze zegt, ik ben gaan zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor al oprechte harten ten troost verspreid in smart. Juicht vroom om uw lot. Dan lig je met een kanker in je lichaam. Juicht vroom om uw lot. Verblijdt u steeds in God. En want God de Heer zo goed, zo mild, is het alle tijd een zon en schild. Ze heeft dat verteld onderweg aan mijn huis. En toen lag ze op bed, toen is ze dus van boven naar beneden gebracht. 13 dagen voor het overlijden. En ja, toen lag ze dus een paar dagen voor het overlijden, heb ik u verteld gisteren. Heer Jezus, kom nou. Dat ze zo lag te verlangen. En dat haar aangezicht straalde als een hengel. En de ogen glansden van de heerlijkheid van God. Die zuster kwam zondagsavonds.
En die dacht daar een oud, zielig vrouwtje aan te treffen natuurlijk. Ja, want 3 dagen daarna is ze overleden. En ze wist wat ze had, want ze brengen die papieren allemaal mee. En ze zegt, en mevrouw Markwart, hoe is het met u? En mij hiertoe door u bereid, opnemend in uw heerlijkheid. De zuster die stond vol verwondering. Ja. En toen kwam mijn zus, die was naar Frankrijk geweest en die kwam thuis, had ze op liggen wachten, 's maandags. Zegt, Dien, ik ga naar de hemel. Zo met die armen, ik kon ze niet meer omhoog krijgen. Zeg, ga naar de hemel, ga naar de Heer. En ik hoop jou daar ook te zien. Maar kijk, ik heb heel weinig geweend om het verlies van mijn vrouw. Ik weet niet wat dat is, ik ben heel bijzonder gesterkt. En als ik naar het graf ga, dan vraag ik, Heere, wilt u de droefheid matigen? En dan mag ik elke keer, heb ik nog staan te zingen. De laatste keer ook nog. Ik weet niet meer wat, ik ben het even kwijt. Maar dit wil ik nog vertellen, dat kijk, ik heb wel 1 dag van droefheid gehad. Dat was ook heel apart. En daar sluit ik mee. Dat was tussen 5 april en 14 april. 5 april was onze trouwdatum. En 14 april, dat was haar verjaardag. En ik, 's woensdags loop ik in mijn appartement en ik loop te wenen. Ja, misschien was het ook een beetje zelfmedelijden. Het zijn natuurlijk 2 gedenkdagen. Enfin, zo tegen 12:30, ik denk, weet je wat, ik ga een visje halen. Ik pak mijn auto en ik rijd naar de markt toe. En ik sta daar voor die viskraam. Staat er naast me een man met een jochie van 1 jaar of 5. Zegt die man ineens tegen dat jochie. Hé joh, kijk niet zo somber. Ja, ik denk wat vreemd. Ja, toen zei ik zo ineens tegen dat jochie. Ik zei, ja, als ik dat nou nog eens zou doen... Ja, zegt die man tegen me. Hij zegt, wel waarom? Hij zegt, wat is er? Ik zeg, nou meneer, laat ik het maar niet zeggen. Nee, ik zeg het niet. Dat doe ik niet. Ik zeg, laat ik het maar mee bij mezelf. Laat ik het maar meenemen. Afijn, ik ben aan de beurt. Ik neem een visje in ontvangst. En ik loop naar mijn auto die daar 300 meter verder staat. En ik ben bijna bij mijn auto. En... Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. O, lieve vader, liep ik op straat. Bedankt, bedankt. En ik ga naar mijn auto en ik kijk, het is Psalm 42. Dat wist ik natuurlijk. En er staat erachter, hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. En ik denk, oh, dat is diezelfde psalm die ik 5 dagen daarvoor aan het heiligavondmaal had zitten zingen. Mooi, hè? Nou, zo werkt nou God. Dus jongelui, wees niet mismoedig. Zie op God en verwacht grote dingen van de Heere. Ik heb wel eens op huisbezoek gezegd. Ik zeg, ga maar zo staan. Ja. Ja, de Heere zegt het toch. Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ja, en ik meende het hoor, echt. He, dus, ja. Nou, ik wil het hierbij laten, broeder. Hartelijk bedankt.